Wil je graag op de hoogte blijven van het allerlaatste consumentennieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. radartv.nl. Morgen is het Nationale Verander Je Wachtwoordendag. Een initiatief van Tweakers. Bij mij aan tafel zit Wout Funnekotter, hoofdredacteur van de website. Welkom. Waarom is het zo belangrijk om met je wachtwoorden bezig te zijn? Nou, als je nu alles helemaal goed doet, dan kun je lekker doorgaan waar je mee bezig bent. Maar uit ons onderzoek blijkt dat heel veel mensen niet veilig omgaan met wachtwoorden. Het leek ons een goed idee om één dag te pakken, dat mensen even goed kritisch naar kijken. Doen ze de goede dingen? En als ze dat niet doen, om dan die wachtwoorden te veranderen. Ja, want dan is natuurlijk de eerste vraag, een slecht wachtwoord wijzigen is uiteraard belangrijk. Maar wat is dan eigenlijk een goed wachtwoord? Ja, wachtwoorden. Iedereen heeft er wel een stuk of 30 inmiddels. Waar is dat allemaal voor nodig? We willen inloggen bij een webshop. We willen producten bestellen. We willen Facebooken. We willen onze mail ophalen. En als je dat online wil doen, dan moet je je op een bepaalde manier kenbaar maken. En online gaat dat met een inlognaam en een wachtwoord over het algemeen. Een wachtwoord is net een sleutel. Met een sleutel open je een slot. Met een wachtwoord open je een online dienst op je pc. De bedoeling van een sleutel is dat hij alleen de eigenaar toegang verschaft. Vreemden die niet in het bezit zijn van de juiste sleutel, hou je zo buiten de deur. Het meest gebruikte wachtwoord is waarschijnlijk toch wel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarom? Ja, het is makkelijk te onthouden. Maar iedereen begrijpt dat het een onveilig wachtwoord is? Ja, en ik denk dat bij wachtwoorden weten mensen vaak wel of ze iets goed doen of niet goed doen. Maar ja, het gemak, dat krijgt dan toch de overhand. Het is alsof je een kluis afsluit met een eenvoudige kastdeursleutel. Nou, met zo'n wachtwoord eigenlijk twee dingen gaan er fout. Je kan ten eerste heel makkelijk gokken. Stel, je wil iemand zijn account hacken of iemand inloggen, dan kun je hem gewoon even proberen. En stel nou een hacker die gaat proberen op een hele grote database met allemaal wachtwoorden en wachtwoorden te raden. Ja, dan is het ook een van de eerste dingen die je heel erg makkelijk door een computer kan laten testen. Dus eigenlijk op twee verschillende aanvalsmanieren is dit ongeveer de eerste die gekraakt wordt. Ja, je kan op het hele internet zoeken naar mensen met makkelijk te raden wachtwoorden. En vind je op één slecht beveiligde site een set met inlognamen en wachtwoorden, en dan hoef je alleen maar te proberen of die het bij PayPal en bij Gmail het doen. Kun je iemand zijn Gmail, dan kun je bij wijze van spreken alle accounts resetten waar die verder nog gebruik van maakt. Of je kan kijken of daar toevallig nog wachtwoorden opgeslagen staan. Ja, zo gaat de waterval steeds een stapje verder. Sleutels zijn er in soorten en maten. Een eenvoudig baardsleutelslot is makkelijker te kraken dan een gecompliceerd cilinderslot. Een sterk wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten en moet een combinatie zijn van kleine letters, hoofdletters, cijfers en leestekens. Maar hoe ingewikkeld moet je het maken? Stel, je hebt 4 tekens in je wachtwoord zitten. En je krijgt als opdracht moeten hoofdletters, kleine letters, leestekens en cijfers in. Dus je zegt bijvoorbeeld, dit is mijn wachtwoord. Nou, heb je 4 posities. Per positie heb je 96 mogelijkheden, want je hebt 26 letters in het alfabet. 2 keer, hoofdletters en kleine letters. Je hebt getallen en dan nog de leestekens erbij. Nou, als je dat gaat doorrekenen, dan heb je dus die 96 mogelijkheden, maal die 4 posities, dat is op de macht 4. Dus eigenlijk met deze constructie kun je 84 miljoen verschillende wachtwoorden bedenken. Oké, dat is wel even raden dus, toch? Dat lijkt heel veel als een hacker toegang heeft tot die database en daar heel erg veel computerkracht tegen aangooit. Dan kan je er al best wel snel doorheen. Dan kunnen we hier een voorbeeldje van laten zien. We pakken hier een lijst met 25.000 ooit op internet gestolen accounts en wachtwoorden. En we gaan kijken of we erachter kunnen komen. En wat je nu op het scherm eigenlijk meteen voorbij ziet komen, is dat normale woorden en woorden met een volgnummer, die vindt hij als eerste. Dus hier vindt hij Feyenoord 1 of hij vindt Monnik of Media 12. Als je hier nou een goed wachtwoord had gekozen, bijvoorbeeld opgebouwd uit lettergrepen van woorden, of opgebouwd uit de eerste letters van een zin die je makkelijk onthoudt, of er zijn heel veel trucjes voor om een makkelijk te onthouden maar moeilijk te raden wachtwoord te maken. Ja, als je die langer maakt dan 8 of 9 karakters, dan sta je achteraan de lijst, want hij vindt eerst de dingen die het makkelijkst zijn. Het interessante is eigenlijk, als je zegt, ik gooi er eigenlijk maar 2 extra karakters tegenaan, en ik ga helemaal niet meer moeilijk doen met leestekens en cijfers, ik ga gewoon voor normale letters. En dit zou je wachtwoord zijn. Als je dat gaat doorrekenen, dan zit je eigenlijk maar op 26 mogelijkheden per positie. Want je hebt alleen het normale alfabet. Maar dat doe je wel tot de macht 6. En zie je hier al bij dat je dus al een veelvoud van de mogelijkheden hebt. Dus het is niet zozeer de complexiteit van een wachtwoord, maar de lengte die het verschil maakt.
Wat je nooit moet doen is alleen een woord pakken. Want wat ze ook kunnen doen, hackers, is een woordenboek aanvallen. Dan gaan ze gewoon wachtwoorden vergelijken met woorden uit de Nederlandse taal. Nou, een simpel woord als radars wordt al snel geraden. Maar het idee klopt dus. Dus stel je past dit toe op echt op een zin. Dus ik zou zeggen, hoofdletter. Dit is mijn wachtwoord voor radar 1 uitroepteken. Nou, dan zit alles erin. Dan heb je 35 tekens. Nou, als je dan de reeks om gaat maken, dan heb je dus eigenlijk per positie die 96 verschillende mogelijkheden. Tot de macht 35. Nou, dan krijg je een getal wat je hier eigenlijk niet op ziet passen. Dus heel veel succes met dit kraken. Elke sleutel is uniek en niet uitwisselbaar. Ook al hebben je buren een ogenschijnlijk identiek slot van hetzelfde type of merk, toch past jouw sleutel niet op hun slot en hun sleutel niet op het jouwe. De allergrootste valkuil, dat is iets wat jammer genoeg heel veel mensen nog steeds doen, is één wachtwoord kiezen of bedenken en die dan bij meerdere websites gebruiken. Want dan ondermijn je eigenlijk je eigen online veiligheid. Want stel, bij dienst A, B en C gebruik je hetzelfde wachtwoord. Dienst A wordt gehackt, die database komt online te staan, hackers die kunnen die wachtwoorden achterhalen. Dan kunnen ze gewoon bij andere diensten diezelfde wachtwoorden gaan proberen. Nou, misschien hebben ze dan wel raak in jouw geval. Zo werd een aantal jaren geleden de site van LinkedIn gehackt, waarbij veel gegevens werden gestolen. Nou ja, bij LinkedIn had iemand een zwakheid in de site gevonden en die kon dus van volgens mij honderden miljoenen mensen inlognamen en wachtwoorden stelen. En die zijn ze vervolgens proberen te gaan kraken. Dat is voor een deel gelukt, omdat sommige mensen een makkelijk wachtwoord hebben. En vervolgens ontstaat er een lijstje met werkende accounts en wachtwoorden. Ja, die worden of verkocht of gebruikt om op elders weer in te loggen. Helaas ben je er niet met een voordeurslot alleen. Aan je sleutelbos bevinden zich ook een fietssleutel, een autosleutel, een bedrijfssleutel, etc. Je kunt ze herkennen aan verschil in lengte, vorm en kleur. Maar hoe doe je dat met wachtwoorden? Als je een beetje goed geheugen hebt, kun je er gewoon voor kiezen om alles te proberen te onthouden. Gebruik je zo'n wachtwoordzin of zit er een ezelsbruggetje in, dan kom je daar een heel eind mee. Je kan ook gewoon natuurlijk je wachtwoorden opschrijven. Dat is op zich helemaal niet erg als je het opgeschreven, het boekje of het papiertje dan ook maar op een goede plek opbergt en niet aan de rand van je monitor hangt. Je kunt hiervoor ook speciale programma's gebruiken zoals KeePass, LastPass of OnePassword. Die werken als een sleutelkastje. Je slaat al je wachtwoorden erin op en je beveiligt het kastje met één ijzersterk wachtwoord. Of zo'n dienst ooit in de toekomst gehackt wordt, het zou eventueel kunnen. Ze hebben wel enorm goede beveiliging, maar het is altijd sowieso veel beter dan of je wachtwoord hergebruiken of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog maar één wachtwoord om te onthouden. Het is wel zaak dat je dat dan bewaart op een veilige plek.